Dit is Jochem Kamphuis, dat is de scheidsrechter van vandaag bij Sparta tegen Ajax. Dat was eigenlijk Paul van Boekel, maar die is niet helemaal fit. En die zit nu in het replay center in Zeist. Hij is de VAR van vandaag. Kamphuis dus de leidsman bij het klassieke affiche dat Sparta tegen Ajax natuurlijk is in de Eredivisie. Sparta van 1888, in het grijs verleden, 6 keer de beste van Nederland. Terwijl de Sparta-mars dus doorschalt over het kasteel, is dit de opstelling van Fraser. 1 wijziging daar. Ragnar Agge uit het basiselftal, het elftal van de laatste weken. En voor hem in de plaats Dante Rigo. Zo heeft Sparta zich toch enigszins aangepast aan de Amsterdammers. Ja, zo vreemd is dat natuurlijk niet. Dat doen ongetwijfeld nog meer clubs in deze competitie. Een opstelling van Ajax staat uiteraard André Onana in het doel bij de Amsterdammers. Achterin, rechtsachterin, is Serginho Dest blijven staan. Ondanks het feit dat Mazraoui natuurlijk weer beschikbaar is. Maar Dest heeft het goed gedaan tegen Apoel. En hij staat dus de rechtsbackpositie. Veldman en Blind blijven het centrale duo achterin. Tagliafico vanaf de linkerkant. Alvarez, Edson Alvarez, Martinez op het middenveld. Daarvoor Promes op de nummer 10 positie. Hij wordt weer de spits, Tadic. Dat betekent dat Huntelaar uit het elftal is gegaan. En vanaf de flanken Neres en Hakim Ziyech. Eerste aanname van Dest gaat de mist in. Smeets. Een van de opvallende spelers in de eerste speelrondes. Achter de bal aan, maar die is te hard. Smeets, waarvan iedere Amsterdammer nog wel eens riddend wakker wordt s'nachts. Een man die een aantal jaar geleden het kampioenschap dwarsboomt. En hier is Sparta, dat dus vroeg druk zet. Toen was Smeets nog speler van de Graafschap. Nu, bij de tweede paal, duikt hij op als Spartaan. En krijgt hij hem niet onder controle, de nummer 10. Dest. Meegeven aan Neres. Nu dus vanaf de rechterkant. Ziyech op links. Hij heeft nog niet de grootste vorm te pakken, Neres. Omschakeling van Sparta nu, waar er veel ruimte is voor Dervişoğlu. Kijk eens naar Smeets. Die staat daar toch behoorlijk vrij. Dervişoğlu komt niet langs Blind. Hij blijft goed aan de bal kijken. Tot 2 keer toe. Dervişoğlu zag blijkbaar geen kans om de bal richting Smeets te spelen. Zo snel in de wedstrijd. De eerste noodzakelijke wissel dus bij Sparta. Laros Duarte gaat zijn plek innemen op het middenveld. Dest, een beetje half. En uiteindelijk de bal kwijt. Smeets. Duarte, zijn eerste balcontact. Faye buitenom aan de linkerkant. Sparta met een man of 5-6 ten aanval. Moet Rai eerst die bal zien binnen te houden. Heeft Abels bij zich. Voorzet van Rai is niet slecht bij de eerste paal. Haroui in de buurt. Daar, met de grijze trui en de zonnebril, de geblesseerde Donny van de Beek. Blind. Daar komt de Dest aangelopen, de rechtsback notabene Koremans, half. En dit is van heel ver, dit is van heel ver. En heel knap gezien door Martinez, maar net naast. Het is eigenlijk de beste kans voor Ajax. Dante Rigo met de hoekschop voor Sparta. Onana blijft staan en op de doellijn voorkomt Ziyech de openingstreffer voor Sparta. Smeets, bal van richting veranderd, maar dat wordt uiteindelijk niet meer gevaarlijk. Prima kopstoot van Jurgen Matthij, die daar Veldman klopt. Onana was eigenlijk ook wel geklopt, maar Ziyech nog niet. Martinez, dat is een goede bal. Ja, dit is zo'n moment dat die bal gewoon blijft liggen. En dan is het de raak ook. Dan scoort Promes in de basis begonnen. En daar pakt hij zijn moment in de 25e minuut. En zet hij Ajax op 0-1. Diepgang bij Promes.
geen sprake van buitenspel. En op dat stroperige kunstgras dan is die bal ineens stil. En daarvan profiteert Promes. En schuift hij de bal buitengewoon gemakkelijk langs Koremans. Het was dus zo'n inswingende vrije trap van Hakim Ziyech die wedstrijd openbrak afgelopen woensdag. Hier is Ziyech richting de tweede paal. Dan moet Koremans zich echt helemaal strekken. De bal was zo binnengeploft in de verre hoek. Deze hoek, goed te zien dat hij er echt zo was ingegaan. Inmiddels weer daar, Ziyech voor de corner. Veldman. Tadic kort weggedraaid. Twee man het bos in. Ziyech. Die gaan er binnen lopen. Het is 2-0 voor Ajax. Uitstekende actie van Dusan Tadic. Op een halve vierkante meter weg. Met een pirouette bij twee tegenstanders. En Ziyech. Die is blijven hangen vanwege die hoekschop. Is helemaal vergeten door de Sparta-defensie. En zo. Na een enigszins moeizaam begin. Loopt Ajax toch vrij gemakkelijk weg bij Sparta. Sparta wacht af. Tadic. Tadic richting Neres. Die moet hem over Koremans heen liften. Ja, Koremans is met de voeten nog weinig gelukkig geweest. Het is natuurlijk wel attent gedaan door de doelman van Sparta. Blind. Veegt de bal richting Neres. Tadic gaat de positie kiezen. Neres met een beetje pijn en moeite is hier langs. Hier is Ziyech, rand 16 meter gebied. En Koremans, je ziet die bal denk ik laat komen. En een goede redding. Want het was hartstikke druk voor zijn neus. Smeets. Goeie bal van Faye in de loop bij Rai. Neres. Nee, Zwalbe. En Rai staat dusdanig schuldbewust op dat daar geen enkele discussie over mogelijk is. En dus geel voor hem. Wat een uitstekend balletje zit van Faye. Maar er is in de verste verte geen sprake van contact met David Neres. Tadic, Promes. Pas daar sprake van een hensbal van Abels. In hoeverre was die arm dan echt uitgestoken en omhoog? Daar gaat er voor, en dat is in dit geval Van Boekel. Is naar kijken. De arm van Abels is niet langs het lichaam. Is gebogen, is net iets uitgestoken. Wat doet Kamphuis? Penalty. Penalty Ajax. Ja, daar kun je dan formeel niet zoveel van zeggen, denk ik. Tadic, 6 eredivisiewedstrijden op rij, een doelpunt gemaakt. Staat dus voor een serie van 7. Twee keer raak tegen Paok, één keer mis. En dit is raak tegen Sparta. En zo leidt Ajax met 3-0 na 12 minuten voetballen in de tweede helft. En hoe dat er vanuit het vak van de Ajax-side uitzag, dat is ongetwijfeld later te zien op het Instagram-account van Donny van de Beek. Duarte, bal helemaal kwijt. Huntelaar. Tadic. Ziyech staat te wachten en die volleert dan Faye de 4-0 binnen. Dat is een goede lichaamsschijnbeweging die eraan vooraf gaat van Hakim Ziyech. Die net doet alsof hij richting de eerste paal gaat sprinten en vervolgens perfect positie kiest. En bediend wordt door Tadic. Ajax loopt heel wandelt eigenlijk heel gemakkelijk weg bij Sparta. Er is een hoop stuk vandaag op het kasteel. Printers deden het niet. Opstellingen konden niet worden uitgedeeld. Het bord dat zo meteen de nummers moet aangeven is ook kapot. En dan staat Sparta ook nog met 4-0 achter. Hier is Huntelaar. Promes. Ziyech, dus wachten op de volgende mogelijkheden die zich gaan aandienen. Dat was hij al, kans op een hattrick voor Hakim Ziyech.
Rai. Haroui. Veldwijk staat te wachten op de voorzet. Die komt er nu en kan die ook koppen. Want zo'n spits is het natuurlijk. Die moet je bedienen vanaf de zijkant. Veldwijk. Smeets. Dervişoğlu voor het doel. Smeets heeft twee opties. En daar wordt er één gevonden. En daar is de herentreffer voor Sparta. Dervişoğlu. Ja, dat kan je deels toeschrijven aan concentratieverlies bij Ajax. Als de laatste 20 minuten zijn begonnen. En natuurlijk voor een groot gedeelte ook aan het overzicht van Smeets. Die wacht en wacht en wacht. En dan heeft gezien dat Dervişoğlu de beste optie is. Rai. Pirou. Opnieuw naar Rai. Naar binnen toe. Kan hij nog een keer uithalen? Dat kan hij zeker. Dat is helemaal geen gekke poging van Mohamed Rai. Kamphuis kijkt naar zijn horloge en heeft daar besloten dat het voldoende is. Na 95 minuten waar Ajax eigenlijk niet in de problemen is gekomen in de vierde competitiewedstrijd van het seizoen. Afstand nam na 25 minuten via Promes. Daarna Ziyech. En in de tweede helft was het eigenlijk een walk in the park.